Welkom terug bij mijn FIFA 18 Super League Career Mode met Everton. En we beginnen net zoals in de vorige aflevering. Ook vandaag met een wedstrijd in de FA Cup. Ditmaal. Beginnen we tegen een ploeg van het hoogste niveau. Ook een ploeg uit Engeland. Namelijk Arsenal. Dus dat is wel een aardige tegenstander. Ze hebben Cuadrado gehaald. Van Juventus. Dat is natuurlijk geen slechte speler. We zien daar ook Lacazette. Hier mijn opstelling. Geen Kluivert. De man die zo geweldig uitblinkt de laatste tijd. Maar waarschijnlijk is hij wel toe aan rust. Speelde echt geweldig tegen Nice in de tweede helft. En was eigenlijk eigenhandig. Bracht hij ons weer terug in de wedstrijd. Maar hier, ja, gebeurt niet heel veel in tegenstelling van de wedstrijd tegen Nice. Maar toch nog vlak voor de rust een kans. Klaassen weggestuurd en Klaassen maakt het af. Zo opent Klaassen weer de score net zoals tegen Nice. Toen was het in de 11e minuut, nu is het in de 45e minuut. Maar dat maakt niet uit. We komen op voorsprong tegen Arsenal en dat is toch licht gezegd wel een behoorlijke verrassing. Mooi afgemaakt. En Klaassen blijft dus maar scoren. Hoog in het doel. Overtuigend ingeschoten. In de vorige ronde maakten we dus gehakt van Schalke. Door daar met 4-1 te winnen. En ook vandaag doen we het dus behoorlijk goed. Want we staan 1-0 voor tegen Arsenal. Hier Klaassen. En dan moet je goed opletten. Want kijk wat Klaassen doet. Wat een doelpunt van Klaassen. Wat een prachtige goal. Het is weer Klaassen. En wat heeft hij toch een goed schot. Kijk eens hoe hij hem onderkant lat. En hij valt fantastisch binnen. Misschien wel de mooiste goal van het seizoen zou ik denken. Natuurlijk die omhaal in de vorige ronde van Rooney was ook mooi. Maar deze is zo perfect. Van afstand. En zo is het vandaag de wedstrijd van Klaassen. Met twee doelpunten. De man is niet te stoppen. Dan komt Arsenal eigenlijk voor het eerst, want we hebben nog niks van ze gezien. Dat was een beetje wanhopig van Lacazette. Maar Arsenal heeft gewoon niks in te brengen. En dan gaat Klaassen weer. Met een goede actie. Balletje richting Sigurdsson en dan Rooney. Mooi geprobeerd. Ingevallen is, was dat Kluivert? In ieder geval hier weer Klaassen uit de draai. Niet onaardig. Maar we winnen hier in toch niet de meest boeiende wedstrijd. Maar we winnen wel van Arsenal door twee mooie doelpunten van Klaassen. Vooral die tweede was ongekend. Prachtige goal. En zo blijft Klaassen maar scoren. En kunnen we met een goed gevoel door naar deze ook weer een thuiswedstrijd, ditmaal tegen Santos uit Brazilië. Op papier natuurlijk niet echt een zware tegenstander. Maar ja, die Zuid-Amerikaanse ploegen die zijn altijd lastig. En zeker in de competitie hebben we het de laatste tijd niet echt makkelijk. Want ook in de vorige aflevering wonnen we dus vrij gemakkelijk in de FA Cup wedstrijd. Daarna ging het ook in eigen huis fout tegen PSV in de competitie. En ook tegen Nice hadden we dus niet gewonnen. Dus ja, punten zijn op dit moment wel welkom. Willen we blijven strijden voor het kampioenschap. Op dit moment staan we 4 punten achter op Inter. Dus daar mogen zeker wel 3 punten bij. Maar niet met dit soort paasjes. Volgens mij in de eerste wedstrijd in Santos
speelden we 1-1. En hier is de 1-0 van Santos al in de 8e minuut. Ja, volgens mij speelden we toen 1-1. En ook toen scoorde Klaassen natuurlijk. Het was niet heel lang geleden. Of is dat de toekomst? Heb ik het nu over een wedstrijd die, waarvan ik nog geen beelden heb? Nou, het zou best kunnen. Nee, ik heb hem al uitgezonden, volgens mij. Ja, ja. Dat is al een tijdje geleden. Hier Klaassen aan de bal. Vindt Rooney. Sigurdsson, goed doorgelopen. Sigurdsson gaat zelf. Gaat nu naar binnen, maakt dit ook af. Ja, wat een geweldige goal van Sigurdsson. Wat een actie. Het ziet er eigenlijk heel simpel uit. Hij blijft gewoon rennen. Hier even naar binnen. En dan snoeihard in de rechterbovenhoek. Heerlijke goal. En zo, ja, het is nog steeds vroeg in de wedstrijd. En zo komen we op gelijke hoogte. Dan komt Santos weer. Sobrino. Pracerinho. Zoiets. Davera. Junqueras. En een mooie poging hier. Van volgens mij Sobrino. Goede redding van Onana. We gaan inmiddels al richting de rust. Dus ja, we hebben het toch erg lastig met Santos. Inmiddels toch al dik in de tweede helft. Goede actie van Miralles. Rooney neemt mee. Verdediger zat er een beetje tussen. Schneiderlin. Sigurdsson. Ja, Sigurdsson. Dit is dan de wedstrijd van Sigurdsson. In de vorige wedstrijd maakte Klaassen de twee. Nu is het Sigurdsson die de twee maakt. En ook hij doet het toch wel erg mooi. Mooi schot. Heel geplaatst. En waar Klaassen hem ongeveer zo onder Karlat binnenschoot, doet Sigurdsson het via de binnenkant van de paal. En zo komen we eindelijk op voorsprong. 72e minuut. Het is natuurlijk nog niet helemaal voorbij. Schneiderlin met een goede bal op Miralles. Nu een goede voorzet richting Rooney. Kopbal aardig geplaatst. Redding van de keeper. Sobrino. Hidrada. Daar komt Santos. Slechte paas. Daar zit Coleman makkelijk tussen. Kluivert. Sigurdsson, daar is hij weer. Goed teruggelegd op Klaassen. Dit is mooi gespeeld. Terug naar Klaassen. Klaassen. Redding weer van de keeper. Maar een mooie aanval. En weer Sigurdsson. Die het daar goed deed. Klaassen. Draait weg. Komt niet van de verdediger af. Paint. Ook hij moet terug. Goeie bal op Coleman. Die heeft iets meer ruimte. Komt naar binnen. Coleman. Rooney. Terug naar Coleman. Coleman. Paal. Wat een kans. 86e minuut. Coleman heel dichtbij de beslissing. Kluivert. Heeft de bal nog, Kluivert. En weer die keeper. En zo krijgen we ontzettend veel kansen om absoluut die winnende te maken. Maar is het vaak de keeper of de paal die ons in de weg zit. Schneiderlin. Klaassen. We blijven in balbezit. Leighton Baines. Goeie bal richting Kluivert. En Kluivert komt hem binnen. Kluivert beslist de wedstrijd. Met een kopbal. Verrassend genoeg. Zo groot is hij niet. Bal is lang onderweg. En ja, keeper
Ja, het is een mooie kopbal. Ja, buiten bereik van de keeper. Gewoon goed gekopt naar de grond. En Kluivert beslist deze wedstrijd dus. Het zijn zesde goal van het seizoen. En zo winnen we thuis toch met enige moeite van Santos. Twee late goals. En dit is de man of the match. Weet eigenlijk wat Klaassen in de wedstrijd tegen Arsenal deed. Ploeg naar zijn hand zetten. En dan zitten we in de transferperiode. En gaan we proberen om de verdediging wat te versterken. We hebben een blessure bij onze beste verdediger eigenlijk. Dat is Jiménez, die we in de zomer hebben gehaald. Daarom speelde Williams de laatste tijd. Maar we proberen dus Gabi Martinez van Bayern München binnen te halen. 29 jaar, Spanjaard. Oudspeler ook van Bilbao. We proberen hem voor Mirallas. Of een player swap. Maar uiteindelijk, ze willen niet echt spelers aan ons. Dus proberen we het gewoon met geld. En ze vragen 43,4 miljoen. Dat is wel een beetje veel. Ik wil op zich niet boven de 40. Dus ik ga er net onder zitten. 39,8. Dat is wel een sell-on clause. Oké. Het wordt 39,8 voor Gabi Martinez. Maar dus als wij Martinez weer verkopen, dan krijgt Bayern 5% van dat transfergeld. En we dan wel apart als we hem weer aan Bayern verkopen. Maar oké. Dat zien we dan wel weer. Krijgen ze gewoon korting. Cruciale spelersrol. Dat lijkt me op zich. Of wat is het, teamrol. Dat lijkt me op zich logisch. Met zijn rating 86. Kan natuurlijk ook op het middenveld spelen. Daar speelde hij vroeger bij Bilbao. En ook in het begin bij Bayern München. Uiteindelijk is hij teruggezet. Ook omdat bij Bayern verdedigers geblesseerd waren. Contract van 3 jaar. En wat geven we hem voor salaris? Hij had 195.000 bij München. Daar gaan we wat onder zitten. En dan 2 miljoen signing bonus. Dat lijkt me op zich best wel redelijk. Maar ja, dat is makkelijk te zeggen. Ze gaan akkoord met het salaris. Maar willen wel nog iets meer signing bonus. En nog iets meer. Oh, en als we 10 keer de nul houden, dan krijgt hij 2 miljoen extra. En dan gaan we op zoek naar een nieuwe linksbuiten. Ik vind Mirallas toch niet echt heel constant. Nee, ik zoek daar een versterking. Dus ik probeer hem natuurlijk heel simpel voor Mirallas in te ruilen. We zijn op zoek dus naar Insigne. Toch wel een geweldige speler. 26 pas. En ze willen veel geld voor hem. Dat is ook wel weer logisch. En ik probeer een mooi bedrag te geven. 55 miljoen. En alles wat erachter komt. En ze gaan ermee akkoord. Het is dus 55 miljoen plus Mirallas. Dus het is absoluut geen koopje. Maar ik denk dat het een geweldige aanwinst kan zijn. Volgens mij is hij wel geblesseerd op dit moment. Dus dat is dan weer jammer. We kunnen hem niet meteen inzetten. Maar op zich ziet het allemaal goed uit. Cruciale squad role. Ja, ik had hem misschien beter een 4-jarig contract kunnen geven. Maar oké. Okay. Ik denk ook niet dat deze career mode langer dan 3 jaar duurt. Zo erg is dat niet. Geen release clause. Dat is heel irritant, een release clause.
En we bieden hem 165, iets meer dan Martinez en ook iets meer signing bonus. Kijken of ze daarmee akkoord gaan. Oh, ze willen een lager salaris. Kijk, dit snap ik nooit. Ze willen een lager salaris en dan een. Als hij 15 goals maakt, een bonus van 4,4 miljoen. Ik gooi dat iets omlaag naar 2,5 miljoen. Maar laten we eerlijk zijn, ik denk niet dat hij dit seizoen nog 15 goals gaat maken. Zeker niet aangezien hij geblesseerd is. En dan gaan we naar de volgende speler. Ja, we zijn aardig bezig. Dat is Bernard van Shakhtar Donetsk. Hele goede speler. Hebben we ook kunnen zien in de Champions League tegen Feyenoord. En dus iemand die ik wel wil binnenharken. Ja, volgens mij hoeven we geen transfergeld te betalen, omdat zijn contract afloopt. En dan zou die aan het einde, of aan het begin van het volgende seizoen, bij de selectie komen. Hier alle transfers die ik tot nu toe heb gedaan. Jiménez was de duurste, maar dat wordt natuurlijk nu Insigne. Bolasi, bijna vergeten dat we die in het begin hadden. Barkley is naar Manchester United gegaan. Dat is volgens mij pas in januari ingegaan. Maar is ook een tijd geblesseerd geweest. Ja, Bernard komt dus gratis en voor niets naar onze club. Dus dat lijkt me een goede aanwinst. Misschien niet altijd een basisspeler, maar zeker een goede speler. En hier dus de duurste aankoop. Gabriel Martinez is ook een dure aankoop, maar 55,55,55. Plus Mirallas, dat is een behoorlijke aankoop. En hier zien we de grootste aankopen. Ja, daar hoort Insigne zeker bij. De duurste aankopen van dit seizoen. Kijken of we de interessante dingen tussen zien. Jan Vertonghen naar Manchester City, dat is zeker interessant. Kaspar naar Dortmund. Ja, Tyson dus ook voor een behoorlijk bedrag. 33 miljoen. Naar Schalke. Die zagen we spelen. Kimmich naar Napoli. Dat is opvallend. Sergio Roberto naar Manchester United. Zitten wat opvallende dingen in. Maar daar zie je dus dat dat Insigne geblesseerd is. En dat schijnt, of blijkt, best wel lang te zijn. Volgens mij 2 maanden of zo. Dus die gaan we een hele tijd niet zien. En aangezien we Mirallas natuurlijk ook kwijt zijn, hebben we niet echt meer linksbuiten. Volgens mij hebben we Lukman verhuurd, dacht ik. Dat weet ik niet meer, 100%. Volgens mij is Lukman verhuurd. Maar we gaan in ieder geval naar de laatste wedstrijd van deze aflevering. En we zagen daar al Gabi Martinez warm lopen. Hij gaat zijn debuut maken. Terwijl we op dit moment 1 punt achter Inter zitten, maar wel een wedstrijd meer gespeeld hebben. Maar we spelen hier in Zuid-Amerika, in Argentinië om precies te zijn, tegen Independiente. En ja, ik zeg het niet, ik zeg het vaak genoeg, maar we hebben het nooit makkelijk in Zuid-Amerika. Thuis tegen Zuid-Amerikaanse ploegen valt het wel mee, maar in Argentinië. Misschien is het gewoon dat lange vliegen. Misschien is het die agressieve sfeer. Maar het gaat hier nooit goed. We hebben al 2 wedstrijden kansloos verloren hier. In Argentinië dan. Ja, bij River Plate en bij Boca Juniors. En volgens mij, ja, tegen Santos speelden we dus gelijk. Dus dat was ook niet het beste resultaat. En hier, deze kans is voor Independiente. Er zit nog een Argentijnse ploeg volgens mij in de competitie. Ik weet niet meer hoe we het daar tegen gedaan hebben. Maar hier, de volgende kans. Dus we beginnen niet echt lekker. Corner. Wordt weggekopt. Ja, tegen Tigres ging het ook niet zo goed. Dat was wel thuis. In de beker toen. 4-3 verloren.
En het is zomaar 1-0. Ja, het zit er natuurlijk wel even aan te komen. Want Independiente blijft maar kansen krijgen. Maar ja, dan valt die bal gelukkig op het hoofd van deze spits. En die kopt hem dan binnen. Iedere poging. En ja, Onana is kansloos. Hij kopt hem wel mooi in. Kijk niet naar de bal. Geen idee wat hij deed. Maar Amorebieta. Ik denk niet dat dat de spits is trouwens. Maar hier komt Independiente weer. En weer met de kopbal. En het is 2-0. En zo gaat het weer heel slecht in Argentinië. Dat is ongelooflijk. Ja, we hebben nu dus Gavi Martinez, de aankoop voor bijna 40 miljoen in de ploeg. En binnen 25 minuten staan we 2-0 achter. Tegen de nummer 16 van de competitie. Dus dat gaat allemaal niet heel lekker. Ja, daar verliest hij gewoon makkelijk dat duel. Niet goed gedaan. Het is Barco met de goal. Volgens mij is dat wel de spits. Pas 3 doelpunten, maar ja, tegen mij scoren ze altijd aan de lopende band. Dit is wel een goede actie. Kluivert is weg. Kluivert 1 tegen 1. Ja hoor, het is 2-1. Nou, de eerste kans zit er dan ook meteen in. Natuurlijk Kluivert met een goede actie. Een beetje mazzel wel. Want hij schoot hem nou niet echt fantastisch binnen. Op de een of andere manier valt hij erin. Wel een geweldige paas van als er Coleman of Sigurdsson. Ja, een beetje mazzel. Nou ja, een beetje. Speler ligt ervoor. Bal gaat door de benen. Stuit er dan eigenlijk over de keeper heen. En de Amorebieta, de doelpuntenmaker, kan doelpunt ook niet voorkomen. En zo is dit nog geen gelopen wedstrijd. Maar hij blijft maar scoren, deze Kluivert. Hier wordt Kluivert wel makkelijk van de bal gezet. Slechte aanname daar. Zo hebben we hem weer terug. Maar zo heeft Independiente hem weer terug. En dit is een goede paas. Daar komen ze weer. Goed schot. Het was ook een flinke tackle nog van Baines. Maar geen overtreding blijkbaar. Hard geschoten hier. Kijk, daar zie je Baines. Oh. Zo. Dat had best een rode kaart kunnen zijn. Doorgebruik spelen. Corner dan. Van Independiente. En het is weer raak. Het is weer raak. Uit de standaard situatie. Is het weer Amorebieta? Jawel. Het is weer die verdediger. De aanvoerder. En ja, Onana snapt er ook niet heel veel van. Dat die bal er steeds in vliegt. Waar staat Gavi Martinez deze keer? Ja, in the middle of nowhere. Kijk hem links staan. Geen speler van de Independiente bij hem in de buurt. En zo maakt Martinez tot nu toe nog niet echt een goede beurt. Ja, zijn tweede goal van het seizoen. Dat zal je altijd zien. Twee keer in deze wedstrijd. Daar gaat Barco. Albert Tango. Benitez inmiddels in de tweede helft. 3-1 dus ruststand. En kijk hoe vrij die staat. De redding van Onana. Maar het is een dramatische wedstrijd. Dat mag wel gezegd worden. Sigurdsson. Rooney. Dat is een goede paas op Klaassen. En Klaassen is snel. En Klaassen moet dit afmaken. Ja, en dat doet hij. En zo komen we toch weer terug in deze wedstrijd. 3-2. Ja, volgens mij ook de tweede kans die we krijgen in deze wedstrijd. Ja, Klaassen maakt er gebruik van dat Amorebieta op zijn verkeerde been staat. En heeft dan genoeg snelheid. Volgens mij is die Amorebieta niet zo heel snel. En zo hebben we hem nu bij 4 doelpunten actief gezien. Met 2 doelpunten die hij zelf maakte en de 2 tegendoelpunten zagen we hem ook in actie, om zo maar te zeggen. Hier zit Domingo ertussen.
Obertengo. Redding van Onana. Maar de rebound gaat er natuurlijk in. Feilloos binnengeschoten door Rigoni. En zo komt Independiente een kwartier voor tijd op 4-2. En lijkt de wedstrijd toch wel weer beslist. Eerst een goede redding van Onana. En dan toch wel knap binnengeschoten hoor. Hier zien we dat goed. Schiet hem heel hoog. Dak van het doel. En 4-2. Maar ja, als we hier dus weer gaan verliezen, hebben we alle drie de wedstrijden in Argentinië dit seizoen verloren. Dat is toch wel een bijzondere statistiek. Maar het is nog niet zover. Kluivert verovert de bal. Kluivert. Sigurdsson. Rooney, dat is mooi gedaan. Williams, oh Williams, wat doe je? De centrale verdediger. Ja, als Amorebieta twee keer kan, waarom kan Williams het dan niet? Maar hij maakte het wel echt dramatisch af. Nou, dan komt Independiente weer. Rigoni en huppatee. Het is 5-2. En zo gaan we er gewoon hard af hier. In Argentinië. Het is nog geen 7-1. Zoals in FIFA 17 met Barcelona. Maar het is wel pijnlijk. Javi Martinez weer in geen veld afwegen te bekennen. Ik moet toch een aardig gesprekje met hem gaan voeren. Misschien moeten we hem toch beter op het middenveld zetten. Maar Independiente wint hier dus. Voor hun doen behoorlijk eenvoudig. 5-2. Tweede opdracht van deze man. De verdediger. En een aparte uitslag natuurlijk. Inmiddels heeft Barcelona de koppositie overgenomen van Real Madrid in de Premier League. En zitten wij nu op 4 punten van Inter. Staan ook gelijk met Lazio. Hebben ook nog steeds een wedstrijd minder gespeeld. Of meer gespeeld dan allebei die ploegen. Leverkusen leidt in deze competitie eigenlijk vrij makkelijk. En in de League 2. Volgens mij zijn de standen weer gereset. AZ staat laatste. Maar in de vorige aflevering stonden Fenerbahce en Basaksehir hier nog bovenaan. Die staan nu op aardige achterstand. Dus dat is apart. Daar zagen we de loting voor de volgende ronde. En ik weet niet uit mijn hoofd tegen wie we spelen. We spelen tegen Leverkusen. Dus de leider in de League One. Dus dat is geen makkelijke tegenstander. Dan zien we nog leuke wedstrijden. Daar rechts. Manchester United tegen Barcelona. Atletico Madrid tegen Sevilla. Spaans onder onsje. Bayern München tegen Liverpool. Ook een mooie wedstrijd natuurlijk. Tottenham tegen Paris. Ook mooi. En Ajax tegen Eibar. Dat zijn wel twee verrassende ploegen. Dat die toch nog in het toernooi zitten. Dus misschien komen we Ajax nog wel tegen in de FA Cup. En in FIFA 17 was dat vaak een recept voor slechte tijden. Want tegen Ajax in de FA Cup op de een of andere manier hebben we volgens mij een paar keer verloren. Die keren dat we Ajax tegenkwamen. Maar voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.